kunt zeggen wat je wilt, ik geloof in. Wat kon jij trouwens doen? Wat is uit die 20 jaar nu voor jou het meest memorabele thuismoment? Bam. Dat is zo moeilijk om dat eruit te plukken. Misschien de dag dat ze gebeld hebben, je mocht meedoen. Dat was onwaarschijnlijk fijn. Weet je dat nog? Ja, dat is 12 jaar geleden. Wauw, al 12 jaar? Ja. Maar hoe lang werk... Ja, jij bent nog jong. Maar de meeste mensen werken toch gemiddeld 20 tot 30 jaar op dezelfde job. Dus is dat, 12 jaar is nog niet lang. Ik ga door blijven gaan. Oh yes, dat horen wij graag. Tot het bittere eind. Nog minstens 20 jaar erbij. Zeker en vast. Je raakt niet van mij verlost. Oh yes, dat zal ik dat. We willen gewoon niet liever als Nancy die eeuwig in thuis heeft. Want Nancy is natuurlijk super populair. Wat doet dat met jou? Niks. Echt waar ik meen, dat mij aan doet dat niks. Ik vind dat, ik blijf daar heel nuchter onder. Het hoort erbij, maar de populariteit van Nancy zelf, ja, daar sta ik van versteld. Dus ik kijk daarnaar. Ik snap dat niet. Alhoewel, ik denk dat het ook met de narrenrol te maken heeft. Het is zo de grappige noot in de serie. En het geeft adem aan de kijker, denk ik. Wat zijn zo de leukste reacties die je al gekregen hebt op je rol? Oh ja, dat mensen zeggen, als we u zien, dan weten we dat we kunnen lachen. En het is altijd zo... Nee, ze gaat dat niet doen. Jawel, ze doet dat wel. En dat is, ik voer uit wat de kijker denkt en ik doe het gewoon. En zit er dan veel van jezelf ook in Nancy? Nee, dat is allemaal geschreven. Uiteraard zit er veel van mezelf in, lichamelijk, fysiek. Maar de verhaallijn is geschreven, komt niet van mij. Ja, maar Daan vertelde bijvoorbeeld dat hij soms mezelf met uitspraken komt of zo. Is dat bij jou dan ook? Nee, ik doe dat niet. Ik probeer de verhaallijn, de schrijvers, echt te volgen. Wat ik wel doe, is alle namen, zo bijnamen geven. Zoals het slurfje, dat heb ik bedacht. Die komt alleen van mij, van niemand anders. Ik ben dan ook heel boos dat ze daar een bier van gemaakt hebben. Want het was gewoon een hele lieve, schattige koosnaam. En nu is dat een biernaam, dus ik ben daar helemaal niet happy mee. Nee. Nee, ik meen het. We zijn natuurlijk blij dat Nancy het slurfje gewoon, dat ze gebruikt ook gewoon om Eddie te benoemen. Want Eddie en Nancy is toch wel een droomkoppel waar wij allemaal zo graag naar kijken. Wat is volgens jou de sterkte van die twee? Dat ze elkaar altijd vergeven. Vergeven en altijd opnieuw beginnen. Dat is de sterkte. En ze zijn een beetje dom, hè. Dat is hun sterkte ook, hè. Dat ze niet te veel nadenken. Ja. Zeer naïef, ja. En wat is nu uit al die jaren al het leukste moment of de leukste scène dat je met Eddie hebt kunnen opnemen met Daan Hugaert? Dat was op een keer dat wij stiepel zat waren, dronken uit een auto. Dat was een heel fijn moment en ook onze trouw. Dat was ook heel plezant. Ja, dat was heel leuk. En wat maakte dat zo speciaal, bijzonder? Ja, dat is zo bijna als een echte trouw, hè. Ja, dat is zo, al die voordrangen, al die kleedpartij, die schmink en dan in het gemeentehuis, in het stadhuis in Leuven. Ja, dan wordt dat echt zo wel. Echt, ja. Ja, Daan vertelde ook dat zijn vrouw erbij was. Die was jaloers. Ja. Is er een keer geknipocht naar u? Ze heeft bellen geblazen, want ze was bellenblaaster van dienst, ja. Dus ze zat eigenlijk mee in de uitzending? Ja, zo figuratie, hè. Ze mocht meedoen van mij. Een heel memorabele scène uit thuis is natuurlijk zo het moment dat Nancy die koude emmer over Marianne uitgeeft. Hoe vaak heb je die opnieuw moeten doen? Niet. We hebben dat ene keer gedaan. En dat trekt erop. Ja, omdat dat kunnen maar ene keer doen. We zijn vlak daarvoor gestopt met de knip. Dat is zo technisch moeilijk om dat uit te leggen. Vlak daarvoor, voordat ik het ga uitgieten, zijn we gestopt. En dan zijn we het tweede deel begonnen met het uitgieten. En ja, dat kunnen we maar ene keer doen. Ja. One take actresses. Ja, ze is gewoon zo goed natuurlijk. En hoe leuk was dat? Ik vond dat niet leuk. Eerlijk gezegd, nee. Allee, ik denk dat iedereen ervan droomt om dat eens te doen. Nee, ik vond dat niet leuk. Ik vond dat heel vervelend om dat te doen. Omdat ik, Lea, wij kennen elkaar heel goed. Maar in mijn rol snap ik dat, hè. Maar als Anne, ik had zoiets van, oh sorry, ik ga niet helemaal nat moeten maken en... Ja, alles voor het vak. Hè. En, ja. Ja, en mogen wij ervan dromen dat we Nancy nog minstens 20 jaar erbij in thuis gaan zien? Ja!
ja. Ja, ja, ik droom mee met jullie. Ja, yes, dat is keigoed. En ja, misschien nog één ding dat we ons toch ook afvragen. Ja, Nancy is natuurlijk super gelukkig met Eddie. Maar stel nu dat dat toch kapot zou gaan. Met wie zou jij dan zelf het liefst een relatie beginnen binnen thuis? Niet. Ik zou alleen blijven. Oh, is het waar? Eddie of niemand? Eddie is onvervangbaar. Oh. Ja. Dat is de mooiste noot om mee te eindigen. Ja, en we gaan met subiet een stukje taart eten. Zeker voor de 20e verjaardag. Zeker. Joehoe, happy birthday to you. Dank je wel.